Goedendag en bijzonder hartelijk welkom bij dit online webinar over de verschenen publicatie. Prachtige publicatie met een hele mooie naam van het Planbureau voor de Leefomgeving. Samen met Wageningen Universiteit en Research. En ook de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft daar nog bijdrage bij geleverd. Mooie evaluatie, een lerende evaluatie zoals we dat zo mooi zeggen. Van het Natuurpact 2020 met die titel gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij. Nou, en het zal zeker duidelijk worden het komende uur dat er nog heel wat gepuzzeld moet worden. En daar hebben we alle partijen bij nodig. Dus ik vind het ontzettend fijn dat u heeft en dat jij hebt ingelogd vandaag voor dit online webinar. En ik wil u ook echt enthousiast uitnodigen om kenbaar te maken dat u erbij bent. Dat kan via het meedoen aan alle stellingen die we gaan voorleggen het komende uur. En het is ook mogelijk om mee te praten, vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen via de mogelijkheid stellen. Vraag dat is hier onderin in beeld. Onderaan de website ziet u een groot vlak. En daar kunt u vragen en opmerkingen aan de gasten plaatsen. En wie zijn dat? Dat zijn straks Johan Ozinga en Anita Pijpeling. Met andere woorden, Rijk en Provincie die hier aan tafel komen zitten. Theo Wams en Ben Haarman. Natuur en Landbouw die hier aan tafel komen zitten. En Theo Wams en Anita Pijpeling zullen met elkaar ook weer discussiëren over de maatschappelijke betrokkenheid. En dat ze niet allemaal tegelijk aan tafel zitten. Nou, ik neem aan dat u dat inmiddels wel kunt invullen waarom dat zo is. We hebben een anderhalve meter en dan hadden we een hele grote tafel tot onze beschikking moeten hebben. En dat is alleen de tafel van Op 1 en die staat hier niet. Maar op deze manier kunnen we ook op een goede manier discussiëren over deze lerende evaluatie, het Natuurpact 2020, gezamenlijk de puzzel leggen. Bij mij aan tafel twee mensen die verantwoordelijk zijn voor deze publicatie. Hartelijk welkom Irene Bouwman, die verantwoordelijk is voor de bijdrage van Wageningen Universiteit en Research. Ja, welkom. Klopt. En Rob Volkerts, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Is het een beetje een feestelijke dag voor jullie? Ja, het is voor ons een hele mooie afsluiting van een heel interessant traject. Ja, een afsluiting. Maar als ik het zo bekijk, is het een begin van nog heel hard werken, Irene. Want Dat klopt. Ja, kijk, de Natuurpact is natuurlijk voor een lange periode afgesloten, tot 2027. En dat is het nog niet. Dus we hebben nog een aantal jaar te gaan. Maar als je dan kijkt waar we staan, Rob, wij stonden samen op het podium 3 jaar geleden, een geldmuseum. Dat was volgens mij 3 jaar of 4 jaar nadat de provincies verantwoordelijk waren gesteld voor het natuurbeleid. We zijn op weg naar 2027. Toen werd gezegd, weet ik nog wel, nou, we doen het allemaal niet zo slecht. Hè. Dat gaat best aardig op het gebied van biodiversiteit, van die combinatie natuur en maatschappij, natuur en economie. Waar staan we? Ik vond het een hele mooie publicatie, maar dat ik er nou heel erg vrolijk van werd. Ja, nou, er is de afgelopen jaren hard gewerkt door provincies en al hun partners. Natuurnetwerk, wat ook het belangrijkste afspraak is in het Natuurpact, daar zijn ook veel meters gemaakt. Maar ja, het blijkt wel dat die laatste stukken, die heel essentieel zijn, omdat dan vaak pas het hele gebied kan worden ingericht en de natuurherstelmaatregelen kunnen worden getroffen, dat dat heel moeilijk is om die echt te realiseren. Is ook niet zo verwonderlijk, denk ik, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee. Hoe optimistisch of pessimistisch ben jij geworden? Jij bent wel met name degene die bezig is geweest met natuur en de maatschappelijke betrokkenheid. Maar hoe optimistisch of pessimistisch ben jij geworden na het schrijven van het rapport over of we 2027 halen ten aanzien van het natuurnetwerk? Nou ja, ik ben altijd een optimist, laat ik daarmee beginnen. Alleen wat het rapport laat zien, is wat Rob net ook zei, om het natuurnetwerk echt af te ronden, conform de afspraken, dat wordt gewoon moeilijk, omdat die laatste hectare vaak niet ontbreken. Tegelijkertijd zie je heel veel burgers, bedrijven, boeren die zich toch echt inzetten voor natuur. Dus daar word ik heel optimistisch van. Maar tegelijkertijd. Maar heb je vooruitgang gezien? Nou, zeker als je kijkt naar het werk wat de provincies op het gebied met burgers gedaan hebben. Daar hebben ze gewoon de afgelopen 3, 4 jaar heel veel programma's ontwikkeld om juist burgers en vrijwilligers mee te helpen en te activeren om actief te worden met natuur in hun eigen omgeving. En daar zie je gewoon dat er meer mensen actief zijn. En dat men echt ontzettend leuke natuur in hun eigen omgeving. En welke effect heeft dat gehad? Nou, ik denk dat daardoor natuur niet alleen maar een moeilijk
onderwerp is, maar ook voor veel mensen gewoon iets waar ze heel blij en gelukkig van worden en waar ze nou ja, zich graag voor inzetten. Alleen wat je tegelijkertijd ziet, is dat dat vaak op kleine schaal is. Dus dat is in de buurt, bij de buurttuin. En voor het echte natuurherstel hebben we ook grotere natuurgebieden nodig. En dat is natuurlijk de reden dat het natuurnetwerk ontwikkeld is. En waarom je dus, waarom het afronden van dat natuurnetwerk voor het herstel van de natuur in Nederland zo belangrijk is. Ja. En dat hebben we om een andere reden ook nog nodig. Dat is namelijk onze stikstofcrisis. Ja. Dus dat is een extra argument. Ja. Ja, die komt er eigenlijk nu bovenop, zeg maar. Deze afspraken die zijn van voor de stikstofcrisis. En ja, natuurherstel is een vereiste om ons uit die stikstofcrisis te helpen. Zodat dat daadwerkelijk natuurherstel komt. Zodat ook weer ruimte komt voor economische ontwikkeling. Dat heeft te maken met de uitspraak die de Raad van State heeft gedaan vorig jaar. En daardoor is dat natuurherstel extra belangrijk. Maar als ik het rapport goed begrepen heb, dan zeggen jullie eigenlijk van dat is alleen maar nu te behalen doordat we overgangszones gaan instellen. Dus niet alleen maar meer gokken op puur natuur, toevoegen aan het natuurnetwerk wat we hebben, maar overgangszones maken. Waar je in feite terug kunt vinden dat er aan stikstofbeleid wordt gedaan, dat er aan woningbeleid wordt gedaan, dat er aan, noem nog eens een aantal functies die jullie hebben, klimaatbeleid gedaan worden. Ja. Ja. Dat noemde ook vaak wel het stapelen van functies. Ja. Is dat volgens jullie de enige oplossing? Nou, het is wel een hele belangrijke, want ja, Nederland is een klein land. En ja, de natuur in Nederland heeft last van stikstof, maar niet alleen last van stikstof, maar heeft ook gebrek aan voldoende leefruimte. Heeft vaak ook last van verdroging. En voor die extra leefruimte die nodig is, ja, is ruimte buiten het natuurnetwerk nodig. En omdat Nederland een klein land is en we veel dingen, opgaves nog hebben, bijvoorbeeld, wat je al zei, er moeten zonneweiden komen, klimaatbossen, stikstof en kringlooplandbouw. Ja, dan moeten zaken gecombineerd worden, omdat het anders ook gewoon niet past. Het is natuurlijk niet iets nieuws, hè, want daar hebben we het wel vaker over gesproken. Maar het feit dat jullie het zo ontzettend nadrukkelijk naar voren brengen in deze lerende evaluatie, die niet voor niks lerende evaluatie heet. Maar wat zegt dat? Nou, het klopt, het is geen nieuw idee. Maar het is gewoon steeds duidelijker dat voor het natuurherstel in het netwerk ook de omgeving van dat natuurnetwerk in gebruik moet gaan veranderen. En dan kom je precies op het punt wat Rob zegt. Ja, daar zijn heel veel mensen die daar, waar doelen liggen. We moeten iets met klimaat, woningbouw, landbouw. Dus dan kom je toch uit op een soort overgangszone waar je al die functies probeert te combineren. Ik denk ook, ik denk ook dat het ook kansen biedt voor andere vormen van landbouw. Kringlooplandbouw, circulaire landbouw, extensievere landbouw, maar ook zonneweides, klimaatbossen. Er zijn gewoon in zo'n overgangszones meer combinaties te maken. En dan zeggen jullie, het is ook weer zo mooi omschreven, dat je dat als Rijk en provincie via een gezamenlijke inspanning moet doen. Dus de gezamenlijke inspanning is vereist. Ik vind het altijd zo'n mooie omschrijving. De gezamenlijke inspanning is vereist. Dan dacht ik wel weer, oh ja, natuurlijk is dat zo. Wat bedoelen jullie daar straks? We hebben straks Rijk en provincie aan tafel. Wat is dan de opdracht van jullie? Op welke manier is dat? Want het staat er zo leuk. Ja, nou bijvoorbeeld om een heel belangrijk voorbeeld te geven waar het heel erg om draait in het natuurbeleid, is natuurlijk landbouw. En landbouw heeft heel veel grond in bezit rondom het natuurnetwerk. En wat we ook zien is dat de ontwikkeling in de landbouw, maar ook het landbouwbeleid, dat staat soms haaks op de doelen van het natuurnetwerk. Wat we in Nederland zien in de landbouw is dat agrariërs moeten concurreren op prijs. En ja, daarvoor zijn ze gedwongen om hun bedrijf te vergroten, te intensiveren, te specialiseren. En dat staat eigenlijk haaks op wat het natuurnetwerk vraagt. Dat is juist extensievere productie en minder impact op die gebieden. Vooral als het om die gebieden gaat. Ja, en het natuur is gedecentraliseerd naar de provincies, maar die hebben niet de zeggenschap over landbouw. Dus daar is al een heel belangrijk vlak waarop rijke provincies met elkaar moeten gaan samenwerken om die dingen op elkaar af te stemmen. Zodat dat veel meer op elkaar aansluit. Want als je dat voor elkaar wil krijgen, zo'n zone, dan het is een puzzel. Die puzzel die is niet voor niks, omdat
als je dat wil, zeg maar, dat je wil dat er meer leefgebied om dat natuurnetwerk komt, in combinatie met landbouw, ja, dan zul je daar ook partijen voor moeten interesseren die dat willen. En ja, dat is heel lastig. En die zitten niet meteen allemaal direct om dat natuurnetwerk. Dus dat is het begin van de puzzel. Dat je ook de partijen daar brengt die, daar, die dat willen en die dat ook kunnen. En het moet ook mogelijk worden gemaakt dat zo'n agrariër daar ook een goede boterham mee kan verdienen. Want dat is het probleem waarom het nu heel lastig is om het natuurnetwerk af te ronden. Dat zien we ook in onze studie. Provincies hadden heel veel verwachtingen om agrariërs te interesseren voor hun natuurnetwerk. Ja. Ja, voor een regulier agrarisch bedrijf is het heel lastig om dat te combineren met die intensieve productie die ze moeten doen om te kunnen concurreren. En uiteindelijk moet er een goedkoop stukje vlees in de supermarkt liggen. Ja, dat, dan kunnen ze die maatregelen niet treffen, want ze prijzen zichzelf uit de markt. Dus aan de ene kant moeten de puzzelstukjes op de goede plek worden gelegd van boeren die dat wel lukt, die een ander verdienmodel hebben, bijvoorbeeld biologische landbouw. Maar aan de andere kant moeten er ook omstandigheden zijn dat boeren die dat willen, dat die daar ook wat meer mogelijkheden toe krijgen. Nou, je legt heel wat vraagstukken hier op tafel die we maar eens gaan bediscussiëren. Maar er moet eerst gepuzzeld worden. Ja. Want ik begrijp dat als je je committeert aan deze boodschap, dan committeer je aan puzzelen. Ja. Dus we laten ze straks ook allemaal even puzzelen. Maar niet voordat ik het woord ga geven aan de directeur van PBL, Hans Momma's, om maar eens dat rapport een beetje in het huidige tijdsgewricht te leggen. En hartelijk welkom overigens, want ik zie inmiddels dat er zo'n 130 mensen zijn ingelogd. Leuk. U kan actief meedoen, hè, door vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen en straks ook in te gaan op de stellingen. Hans Momma's. Dank. Geachte aanwezigen. Hier een nieuw sport of achter het beeldscherm thuis, of misschien wel ergens anders. Kort een paar woorden bij wijze van aftrap voordat de puzzel echt gelegd wordt. We presenteren vandaag de tweede lerende evaluatie van het Natuurpact. En dat doen we in een roerige en ongewisse tijd. Er wordt een coronacrisis en er is een stikstofcrisis. Het woord is al gevallen hier. En alle twee raken aan waar we het vandaag over hebben, de natuur. De coronacrisis geeft opnieuw het belang aan van een evenwichtige wisselwerking tussen mens en natuur. Enerzijds, wie een al te grote inbreuk maakt op ecosystemen, vergroot de kans dat organismen de sprong maken van het ene naar het andere systeem, met alle mogelijke gevolgen van dien. En anderzijds, het is ook al genoemd in de intelligente lockdown van de afgelopen weken, hebben we opnieuw het belang mogen ervaren van natuur in onze leefomgeving. Als een plek om een frisse neus te halen, om de ruimte te nemen, om te bewegen, om de zinnen te verzetten. Die andere crisis, de stikstofcrisis, drukt ons op een meer operationele manier met de neus op de feiten. Een teveel aan stikstof vermest en verzuurt de natuur. De uitspraak van de Raad van State van eind mei vorig jaar leverde een gevoelige reality check. Bij de economische benutting van de stikstofruimte is te snel vooruitgelopen op een nog niet gerealiseerd natuurherstel. De stikstofboekhouding aan de ene kant en de natuurontwikkeling aan de andere kant stonden te los van elkaar. Naast klimaatverandering is het verlies van biodiversiteit een meer prominente plaats gaan innemen in het nadenken over de leefomgeving. Zie het IPBES-rapport van afgelopen jaar in de opmars naar de mondiale VN-top in Kunming. Zie hoe in het jaarrapport van de World Economic Forum het verlies van biodiversiteit is opgeklommen naar de top 3 van de mondiale bedrijfsrisico's. Zie afgelopen week onze doorrekening samen met de Nederlandse Bank van financieringsrisico's verbonden met het verlies van ecosysteemdiensten. En dus staat het landgebruik en de zoektocht naar een betere verhouding tussen voedselproductie en natuurontwikkeling bovenaan op veel politieke en economische aandachtslijstjes. Dit tweede rapport van de lerende evaluatie Natuurpact stelt in dat opzicht niet gerust. Ja, er is de afgelopen jaren door provincies, natuurorganisaties en marktpartijen op onderdelen veel inspanning gepleegd om de natuur uit te breiden en te versterken. Maar het verbetertempo ligt op dit moment te laag om de afspraken voor 2027 te halen. En dan nog. Zelfs na een succesvolle afronding van de bestaande plannen, wat dus allerminst gegarandeerd is,
zitten we pas op 65% van het doelbereik. Er resteert een forse opgave, nog afgezien van de aangekondigde aanscherping in verband met de stikstofaanpak en de mogelijke inzet vanuit het EU Green Deal programma op natuur. Die komen daar nog eens bovenop. Die natuuropgave, zo weten we ondertussen, zal niet alleen gehaald kunnen worden met beschermd natuurgebied. Althans niet wanneer we vervolgens daarbuiten de boel laten. De naoorlogse aanpak van de functiescheiding tussen natuur en economie voldoet niet langer. We moeten naar een bredere inbedding van natuur en economie en samenleving. En dat gaat over veel meer dan beschermde soorten, leefgebieden en vergunningen. Dit gaat over de zoektocht naar een meer natuurinclusieve inrichting van Nederland. We hebben de fysieke leefomgeving te lang vooral benaderd als een productiefactor. Take, make, waste. De volhoudbaarheid van de natuur moet in bredere zin worden geborgd. Juist ook omwille van de volhoudbaarheid van de economische benutting ervan. Ja, natuurlijk. Natuur is zoveel meer dan een product of een dienst. Natuur als een bron van identiteit, beleving, biodiversiteit. Maar desalniettemin is het van belang om zo nu en dan de verbinding tussen natuur en economie zichtbaar te maken. Juist om duidelijk te maken dat de waarde ervan niet alleen geborgd kan worden in natuurwetgeving en achter grote hekken. De aanscherping van natuur- en stikstofdoelen de komende tijd zal betekenen dat de decentraal geformuleerde natuurdoelen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Om te bezien waar versterking en versnelling mogelijk is. We gaan een volgende fase in van het natuurbeleid. In 2013 heeft de overheid ervoor gekozen het natuurbeleid in belangrijke mate te decentraliseren. Omwille van het gebiedsspecifieke karakter ervan en omwille van de versterking van de verbinding met economie en samenleving. Vandaar ook de opzet toenertijd van een lerende evaluatie. Juist om alle partijen mee te nemen in het onderlinge leerproces. Om in die decentrale aanpak de puzzel van een aangescherpt natuurbeleid te kunnen leggen, is de inzet nodig van meerdere partijen. Overheidslagen, maatschappelijke organisaties, marktpartijen. En er is daarbij geen one size fits all. Natte en droge ecosystemen, zandgronden en kleigebieden, grote en kleine natuurgronden, ze vragen om een eigen aanpak. We moeten met z'n allen van de vloeren van het huis van Thorbecke naar het trappenhuis. Om daar meer samenhang te brengen in het onderlinge beleid. Zowel door bestuurslagen heen als door sectoren en gebieden. Deze tweede lerende evaluatie natuurpact geeft in een onderzoek gefundeerd beeld van de handelingsopties die daarvoor beschikbaar zijn. Denk in dat verband aan een verdergaande ontsnippering en vernatting van natuur. Denk aan het stimuleren van alternatieve verdienmodellen. Het inrichten van natuur-inclusieve overgangszones. Integraal gebiedsgericht beleid, landschapsherstel, interbestuurlijke samenwerking. De staalkaart van handelingsperspectieven is ondertussen niet netjes te verdelen naar bestuurslagen. Geen u gaat erover of niet. Nee, iedereen gaat er voor een stukje over. De puzzel zal samen moeten worden gelegd. Dank aan alle die hebben meegewerkt aan het in kaart brengen van deze puzzel van het Natuurpact. De collega's van PBL natuurlijk, maar ook de onderzoekers van de WUG en van de VU. Er is door de kennis- en beleidspartners weer een mooi overzichtsbeeld gemaakt van ons nut, van wat ons van nut kan zijn bij de inrichting van het vervolg. En dan nodig ik nu onze gasten uit om samen die puzzel alvast te gaan leggen en daarmee de publicatieoverhandiging Corona-proof te laten plaatsvinden. Dank u wel. Hartelijk dank, Hans Momma's. En de vier die wij hebben uitgenodigd om die puzzelstukjes te gaan leggen, die staan klaar op 1,5 meter afstand van elkaar. En niet de Pijpelink vanuit Zeeland, die zal voor de provincies het puzzelstukje leggen. Zij is gedeputeerde van de provincie Zeeland, onder andere voor water, natuur en natuurbeleving. Hartelijk dank. Dan zal Johan Ozinga voor het Rijk het puzzelstukje neerleggen. Hij moet even zoeken volgens mij. Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijke Gebied. Dat ziet er mooi uit, Johan. Dankjewel. En dan vervolgens Ben Haarman. Hij is voorzitter LTO Noord, portefeuillehouder Natuur en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland.
Dat gaat redelijk, Rob, dat gaat goed, hè? Dus heel gericht, ja, duidelijk, met overtuiging ook. Eens kijken hoe dat bij Theo Wams gaat. Ja, die heeft het mooi, het bovenste stukje, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten. En ook dat puzzelstukje zit. En dan ziet het er prachtig uit. En laat dat een voorbode zijn voor de komende jaren. Mag ik jullie hartelijk dank zeggen. Blijf meepraten. Het kan vanaf de tweede rij. Hartelijk dank voor de opstellers Irene en Rob. Voordat we gaan praten over wat al even gezegd is, hè, dat er toch wel een behoorlijke taak ligt voor provincie en voor Rijk, die in de persoon van Joan Ozinga en Anita Pijpelink nu bij mij aan tafel gaan zitten, leg ik u alvast een stelling voor. En die stelling die luidt: er is geen alternatief voor het vereiste natuurherstel dan die overgangszone waar we het net over hadden met het natuurnetwerk. Bent u daarmee eens of oneens? En ik zag al dat er kijkers zijn die daar vragen over hebben gesteld. Die ga ik gewoon gelijk ook doorspelen. Hartelijk welkom, Joan Ozinga. Ja. Anita Pijpelink, welkom. Ja, ik heb het even opgeschreven. Hans Momma's was helder. Tempo ligt te laag. Bent u het daarmee eens? We zouden je zeggen. Ben je het daarmee eens? Nou ja, het is een feit, hè. Het laaghangend fruit is de afgelopen jaren geplukt. En we moeten nog heel wat hectares. En die kosten moeite. En dat moeten we ook echt doen. Dat willen we ook doen als provincies. En dit rapport maakt echt wel duidelijk dat het ook kan. Want ik ben, net als mijn voorgangster, ook een hoopvol en optimistisch mens. Dus dat kan zeker. Maar er moeten wel wat dingen gebundeld gaan worden. Is het te langzaam gegaan, ook in Zeeland, de afgelopen jaren? Nou, ik zou niet durven zeggen dat het te langzaam is gegaan. Ja, wel kijkt als je kijkt naar de gestelde termijnen en doelen, zou je dat kunnen zeggen. Maar als ik kijk naar, en dat vind ik wel echt heel belangrijk, maatschappelijke context waarin je dat doet, is ook heel belangrijk. En ik denk met het rapport wat we nu vandaag gepresenteerd krijgen en het rapport Remkes vorige week, want die is nog niet genoemd, maar dat zie ik toch ook echt als een perspectief, denk ik dat we daarmee wel zaken in handen hebben als samenleving om te zeggen van, nou jongens, we hebben geen keus. We moeten echt een tandje bij. En hebben geen keus, is dan de overgangszone, zo net besproken, de enige optie? Of de enige optie is, maar het is in ieder geval zeker één van de opties die je zult moeten benutten. Want zonder gebruik te maken van overgangszones ga je er echt niet komen. Niet alleen omdat de natuur houdt niet op bij een hek. De mama zei het net al, natuur gaat daar ook aan voorbij. En om goede omstandigheden te creëren in het natuurgebied zul je ook moeten kijken wat er in de omgeving gebeurt. Dat gebeurt overigens ook al, maar het is onontkoombaar dat je dat nog veel meer gaat doen. En ik denk dat het planbureau daar ook terecht de toekomst schetst, want we hebben nog veel meer te doen in Nederland. Natuurlijk, natuur is heel belangrijk. Ik werd ook net heel duidelijk aangegeven door de heer Momma's wat het belang daarvan is. Dat is veel breder als, we hebben hier nog dat plantje. Dat gaat over het geheel wat eraan vastzit. Nou, blijkbaar maken we dat ook niet duidelijk genoeg, hè? Nou, het lijkt net alsof we met z'n allen daar iedere keer een keuze van maken. En ik vind, wat werd net ook verband gelegd met COVID, het blijkt hoe belangrijk het is dat je met elkaar af en toe daar wel keuzes in maakt. En dat je ziet dat het echt moet. En het werd net al even het rapport van de commissie Remkes aangehaald. Die maakt ook nog weer eens heel duidelijk dat we met elkaar daar echt keuzes te maken hebben. En dat we daar met elkaar ook stappen te zetten hebben. Ja, zeker. Keuzes maken is dus bijvoorbeeld die keuze voor wel of niet een overgangszone ergens. instellen. Dat kan, hoe moeilijk die in de uitvoering is, natuurlijk ook een makkelijke keuze zijn. Want je kan ook zeggen, ja, natuur, ik zit heel even naar Theo Wams te kijken, maar natuur is te kwetsbaar om onmiddellijk al te zeggen, de overgangszone is de manier waarop we het kunnen oplossen. Hier vraagt ook iemand, van, ja, is er een alternatief voor die overgangszone? Nou, eerst eventjes over die overgangszone, want daar ben ik het echt met Johan eens. Het is echt wel een van de instrumenten die we hebben om uiteindelijk dat natuurnetwerk Nederland zeg maar helemaal compleet te maken. We zullen dat echt moeten. Het werd net ook gezegd, Nederland is klein en alles gebeurt op die vierkante meter. Dat willen we ook. Dus je zult ook echt alle hectares die daarvoor mogelijk zijn, moeten gebruiken daarvoor. Ik zie daar echt wel kansen toe, ook in combinatie met de landbouw. We hebben daar in Zeeland ook wel al wat voorbeelden van. Ik wou nog even inhaken op wat Johan zei. Wat ik heel erg merk is, want dan ging het even over de doelen, hè, van de biodiversiteitsdoelen, maar ook de doelen in het kader van de vogel- en habitatrichtlijn. Wat ik in de discussie wel merk is, en dat
Dat, ik denk dat stikstof en het dossier daar echt wel een boost in hebben gegeven. We zijn een beetje vergeten dat het niet om die ene soort gaat of dat ene doeltype. Maar wat we er uiteindelijk mee willen bereiken. En dat is een hele rijke natuur in Nederland. En niet alleen om op zondag in te gaan wandelen, zeg ik dan maar even heel plat. Maar omdat we dat als mens gewoon ook nodig hebben. Dat onze economie heeft dat nodig. En ik zie dat corona in dat opzicht wel weer iets heeft geleverd. Vorig jaar zag ik mij in Provinciale Staten echt nog eens uitleggen dat stikstof en de doelen rondom Natura 2000 geen doel op zich zijn, maar een middel zijn om onze natuur en onze biodiversiteit hoog te hebben. Om daar kwalitatief hoge doelen te bereiken. Maar dat is een mooie constatering, maar vervolgens moet je daar wel wat mee doen. Ik zat even te zoeken, maar ik kan niet zo gauw vinden, maar een mooie quote uit het rapport. Waarbij het rapport ook wel zegt van ja, maar dan moeten die provincies dan nu ook boter bij de vis doen. Hè? En dan moeten ze ook in kaart brengen welke gebieden met nieuwe opgaven te maken krijgen van klimaat tot woningbouw. Ja. Hè, om dan vervolgens die integrale aanpak te realiseren. Doe je dat dus nu niet, ja, dan blijft het bij mooie woorden. Bent u daar dan mee bezig? Ja, zeker. Alleen al in het kader van stikstof. Dan kijk ik even naar mijn eigen provincie Zeeland. We hebben daar aan tafel zitten voor het stikstofoverleg echt alle sectoren, van natuurorganisaties tot de chemische industrie, de agrarische sector, de recreatiesector. Zit daar aan tafel en alle thema's komen aan tafel. En wat mij dan opvalt is dat iedereen echt bereid is om wat te doen. En dat het juist samen moet. Om een voorbeeld te geven, in Zeeland hebben we echt een tekort aan zoet water. Zeker ook deze weken en dagen weer. Dat is echt een grote zorg. Ik heb ook aan de natuurorganisaties gevraagd, wat kunnen jullie daarin betekenen? In het vasthouden, het bufferen van zoet water. Want dat soort opgaven zullen echt samen gekoppeld moeten gaan worden. Samen ook met het Rijk, zegt het rapport. Ik ken jou wel als iemand die heel erg voor gebiedsgerichte aanpak is. Betekent dat ook dat je als vertegenwoordiger van de Rijk vindt dat je daarmee de provincie niet voor de voeten wil lopen? Nee, zeker niet. Maar wel of niet voor de voeten lopen? Zeker niet voor de voeten lopen. Oh, maar, geen mis. Ik wou even zeggen, want het klinkt net alsof we dat gisteren bedacht hebben. En dat is niet zo. Dit kabinet is ooit eens begonnen met iets wat heel ambtelijk klinkt, vind ik altijd, interbestuurlijk programma. En een van de interbestuurlijke programma's is dat van Vitaal Platteland. Ja, ik heb gelezen over het interbestuurlijk programma, dat onderzoek uitwijst dat maar niet van de grond komt. Nou, dat is helemaal niet waar. Oh. Ik weet niet welke, want dat is misschien heel breed, maar rond het Vitaal Platteland zijn we op dit moment zijn we echt al bezig. En dat is niet van gisteren of van vorige week, maar al een aantal jaar bezig van te kijken van wat is het probleem hier en hoe kunnen wij hier, en dat proberen we als één overheid te opereren. De lead ligt meestal bij de provincie, maar gemeente, waterschappen, Rijk, wat kunnen wij doen om te helpen om dit probleem op te lossen? Is dat makkelijk? Nee. Schuurt het af en toe? Ja, moet je daarmee af en toe je eigen belang aan de kant zetten om te kijken wat het grotere geheel nodig heeft? Zeker. En moet er nog veel gebeuren voordat dat helemaal fantastisch draait? Ook. Maar, want het is niet zo makkelijk om... Dat zijn ook de vragen die binnenkomen. Ja. Hè? Van hoe stuur je dan bijvoorbeeld aan op het ontstaan van zo'n overgangszone? Wat is de lering die jij dan hebt getrokken uit de afgelopen jaren? Nou, het begint al mee, voor je het weet ga je denken, we gaan een overgangszone maken. Maar dat, voor je het weet denkt iemand, dan gaan we met een passer en een liniaal mee hoe groot dat is. Het gaat iedere keer per gebied, het werd net ook door Hans Momma's gezegd, zul je opnieuw moeten kijken wat is hier nodig. Je zult in ieder gebied opnieuw moeten kijken wat speelt hier nog meer. Het is heel raar om eerst te gaan denken over een overgangszone en dan een jaar later langs te komen te zeggen, oh ja, we moesten ook nog iets doen vanwege klimaat met Veenweide hier. Dan moet je dat bij elkaar pakken. Ja, maar hoe? Nou, daar zijn we al mee bezig. We kijken op dit moment bijvoorbeeld in veenweidegebieden, wat is hier nodig voor klimaat? Wat is hier nodig om droogtebestendig te zijn? Wat is hier nodig om qua natuur verder? En die stappen, die zijn onderweg. En de urgentie, die is enorm veel groter. Daar
Ja, dijkgraven zeggen af en toe hebben, eens in de 10 jaar hebben we een dijkdoorbraak nodig. Nou, ik heb hier, het helpt mij wel dat er nu opnieuw aandacht is voor de problematiek van droogte, dat er aandacht is voor de problematiek van natuur, want dat creëert de urgentie om met elkaar ook echt die stappen te gaan zetten. En dat zie je gebeuren op dit moment. En we, dan hebben we het over Rijk en provincie, want dat is misschien wel aardig om u dat even voor te leggen. Overigens is 2/3 het eens met de vorige stelling, dus die zei van ja, overgangszone is de enige optie. 1/3 was het daar oneens. Vindt u, dat is mijn volgende stelling aan u, vindt u dat er genoeg vertrouwen is, hè, tussen Rijk en provincies voor een gezamenlijke aanpak om die overgangszones te realiseren? Dus dat is mijn tweede stelling aan u die zo in beeld komt. Er is genoeg vertrouwen tussen Rijk en provincies voor een gezamenlijke aanpak om de overgangszones te realiseren. Nou, u kunt denk ik gewoon nu stemmen voor eens, oneens, nadat dit plaatje voorbij is gekomen. Die stelling is er niet voor niks. Is er voldoende vertrouwen tussen Rijk en provincies? Ja. Nou wil ik geen glad verkooppraatje. Nee, want als ik de afgelopen jaren kijk, dan denk ik, nou, volgens mij zijn Rijk en provincies best wat dichter bij elkaar gekomen. Toen kregen we die stikstofcrisis. Nou, toen had ik het gevoel dat de provincies toch wel een beetje buitenspel werden gezet. Dus een beetje boos waren daarover. We hebben natuurlijk de opkoopregeling van het Rijk. Hè, dus die landbouwers het gebied opkoopt. Daar kan je heel erg leuk met als provincie denken, nou, laat ik er eens een leuke overgangszone maken. Maar ja, als het Rijk er ineens tussendoor fietst met zo'n opkoopregeling, dan kun je overgangszonig bezig zijn, maar dan lukt dat niet. Dus eerlijk. Ja, wat ik merk... Niet dat ik dan een nee wil horen, maar... Nee, ik zeg ook gewoon ja. Ik voel in de basis voldoende vertrouwen. Wat alleen wel speelt is dat we allemaal een zoektocht zijn moeten aangaan. Van nou, hoe gaan we dat dan doen als het zo onder druk is komen te staan door een uitspraak van de Raad van State. En die zoektocht, ja, dat is af en toe wel wat heen en weer gegaan. Ook provincies onderling, zeg ik heel eerlijk. Want we zijn ook met 12. Nou, als 2 partijen al af en toe verschillen van die zoektochten en welke richting dat op moet gaan, die 12 zeker ook. Maar in de basis zit er voldoende vertrouwen. In ieder geval respect voor elkaars rollen. En ik vind het zo mooi, want hier wordt gesproken over samen de puzzel leggen. En ik heb in een van de overleggen met de minister Carola Schouten ook gezegd, nou, wij zijn met allerlei puzzelstukjes bezig. Hè? Allerlei kleine onderdelen om de stikstofcrisis, zeg maar, het hoofd te gaan bieden. Maar wat ik nodig heb en wat provincies nodig hebben, maar volgens mij het Rijk ook, dat is eigenlijk te weten, wat staat er nou, welke foto staat er op de doos van de puzzel? Want is het blauw wat ik in mijn handen heb, is dat de lucht of is dat het water? En is dat het zout water of is het zoet water? Om het maar even heel beeldend te maken. En ik heb het gevoel dat dit rapport, maar zeker ook het laatste rapport van de commissie Remkes, ons gaat helpen in die zoektocht. Want we hebben wel een vergezicht met elkaar nodig. En als we weten, maar wat, dat is wat, de stip verwacht op u dan, de horizon. Wat verwacht je dan daarin van het Rijk? He, dit is een hele ingewikkelde kwestie wat we hier op tafel hebben liggen. Dat is, dus je kunt je afvragen of je dat als Rijk echt volledig, en dat is geen wantrouwen, maar of je dat volledig bij de provincies neer kunt leggen. Kijk, ik vind wel dat je dat volledig bij de provincies neer kan leggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je de foto van de buitenkant van de puzzeldoos wil hebben, dan moet die wel ergens samen vastgesteld worden. En ik wacht dus heel erg op de minister als het gaat op een appreciatie van het laatste rapport van de commissie Remkes en ook van ons als provincies. En ik hoop eigenlijk dat we daar samen het perspectief kunnen vaststellen. Van oké, dan gaan we daar op weg naartoe. Dan nemen we daar ook de tijd voor. En eigenlijk geeft dit rapport aan, er is niet zo heel veel tijd. Nou, rapporten zijn heel belangrijk, maar ik ben daar ook wel af en toe wat eigenwijs in. Dat ik denk, ja, ik ga liever de goede kant op. Wetende van daar gaan we naartoe. En we nemen daar de tijd voor, want let wel, we hebben heel wat sectoren mee te nemen. We hebben de agrarische sector mee te nemen, we hebben de natuursector mee te nemen, we hebben de economische sector mee te nemen. En dat is me ook heel veel waard. En daarnaast, als we dan dat perspectief geschetst hebben, ja, laten we wel zijn, daar horen ook middelen bij. We zijn heel blij met de miljoenen die nu door de minister zijn vrijgemaakt voor het verdere, de invulling van natuur. En we zullen in de komende jaren daar verder over moeten spreken. Ja, mag ik heel even naar Theo Wams, ook naar Rob Volk, heel even Rob Volkert en dan kom ik bij Theo Wams, want Rob...
Ik heb natuurlijk een gezellig voorgesprek gevoerd met Rob Volkert. En toen had hij het over provincies die eigenlijk in de puberteit moeten komen. Dat heb ik onthouden. Maar wat kan jij eens hier neerleggen wat je daar nou precies mee bedoelt? En is datgene wat je nu van Anita hoort, is dat puberaal genoeg? Nou, wat ik ermee bedoelde is, de decentralisatie is natuurlijk een paar jaar geleden en is van alles geleerd. En wat we in het begin heel erg zagen is dat provincies gingen heel erg voortvarend van stad binnen de kaders. Dus toen stond de decentralisatie in de kinderschoenen en ze waren aan het werken om prestaties te laten zien. En ja, nu komt er ineens best wel een hele complexe opgave bij, zoals wij schetsen in het boekje. Ja, en dan is het ook dat je ook qua decentralisatie in een nieuwe fase komt. Ik heb dat puberteit genoemd. Ja, provincies kunnen ook veel meer samen aan die kaders gaan rammelen. Want zij staan voor een hele ingewikkelde opgave. En ik hoor Anita nu ook zeggen van ja, ik ben benieuwd waar het Rijk mee komt. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een hele goede voorzet doen. Maar als je puber bent, dan mag je ook buiten de kaders treden. Ja, ik zou ook wel verwachten dat de provincies daar zelf hele goede ideeën over hebben. En daar het Rijk echt wel verder mee kunnen helpen. En niet hoeven te wachten op een voorzet van het Rijk. Maar ja, dat samen doen en misschien zelfs wel heel puberaal zelf een ander voorstel doen of bepaalde kaders die nu heel erg knellen ter discussie te stellen. Belangrijke vraag is, en dan kan ook de microfoon naar Theo Wams, maar belangrijke vraag is, accepteert het Rijk dat? He, stel dat de provincies het grotendeels gewoon ook wel zelf doen. Zou het Rijk het bijvoorbeeld accepteren als de provincie zegt, integrale aanpak, prima, maar dan wil ik ook een integrale pot met financiën en die beheren wij? Nou, ik zeg dat het Rijk zal daar niet op voorhand nee tegen zeggen. Ik vind het wel grappig, de beeldspraak die je gebruikt over puberaal. Want ik heb het van beide kanten meegemaakt. Hè. En je zou kunnen zeggen dat toen de decentralisatie net een begin was, dan was het zelf doen en niet mee bemoeien. En het Rijk, die dacht, nou, we gaan ons er niet mee bemoeien. En ik vind eigenlijk dat onze relatie volwassener aan het worden is. Het is niet meer zo dat wij zeggen, wij bemoeien ons er niet mee. We gaan staan kijken hoe die anderen het oplossen, de provincies het oplossen. En het is ook niet meer zo dat provincies zeggen, Rijk, maar het is nou van ons en we hebben het er niet meer over. Ik zie juist, en dat hebben we ook al in gang gezet, dat we met elkaar het gesprek opzoeken. Wat kunnen wij, wat kunnen jullie, wat hebben jullie van ons nodig? En wij zijn misschien ook alweer wat steviger over wat wij graag zien dat er gebeurt. Ik vind juist dus dat we in dat opzicht weer wat volwassener met elkaar aan het omgaan zijn. Maar we zoeken met elkaar het gesprek over. We weten dat we het af en toe niet met elkaar eens zijn. En we zorgen ervoor dat we daar wel tot conclusies komen. Maar ik heb een zoon die puber is en die is volwassener dan ik. Maar dat zegt eigenlijk iets meer over mij. Even om dit blok af te ronden, Theo Wams. Ja, Anita Pijpelink die raakte net aan een heel belangrijk en actueel punt. Dat is dat het rapport van de commissie Remkes benoemde je ook. We praten nu al, dit is het natuurpact met afspraken tot 2027. En de zorg dat we op dit moment niet op koers zijn om die te behalen. Maar inmiddels praten we over, in het kader van stikstof, aanvullende opgaven, minder stikstof, verdere natuurversterking. En in dat kader is ook geld vrijgemaakt, ook voor versterking van de natuur. Ik denk dat een heel belangrijk punt, ook in relatie tot vertrouwen, hè, waar het hier ook over ging, is dat nieuwe geld voor die extra opgaven is niet bedoeld om nu met terugwerkende kracht de moeilijkheden van het natuurpact te gaan oplossen. Want als dat zou gebeuren, zou ik dat de grote verdwijntruc noemen. En dat moeten we wel even uit elkaar houden. Dat is denk ik een heel belangrijk punt gewoon voor de actualiteit. Ja. Nog even één laatste vraag die binnenkwam. Mogen provincies doelen uitruilen om doelbereik gezamenlijk te kunnen halen? Is dat een idee? Dat hangt vanaf waar je het over hebt, volgens mij. Nou, eerlijk gezegd weet ik dat ook niet. Maar Kijk, sommige doelen, daar zijn we, en dat heeft de Raad van State en het Europese Hof ook nog weer even heel duidelijk aan ons laten zien. Daar kunnen wij met elkaar niet vrij over hebben dat ze misschien niet moeten. Dat hebben we gewoon met elkaar te doen. Maar daaromheen moet er ook nog heel veel. En daarvan kan ik me uitstekend voorstellen dat je dat wel uitruilt. Dat de een zegt, ik doe meer aan
zoetwaterberging. De ander zegt, ik doe meer aan voorkomen van veenoxidatie. Dat de volgende zegt, ik doe meer aan zonnepanelen. Wel degelijk mogelijk is. Alleen dan moet je de taart en wat je met elkaar wil bespreken, moet je wel groter maken. Want dan kun je ook kijken, wat kan in het ene gebied wel en in het andere gebied niet. Dan ga je dus heel goed, en daarom blijven in mijn ogen provincies essentieel, per gebied kijken wat kan hier wel en wat kan niet. En cruciaal is wel, en dat blijft natuurlijk altijd lastig, dat je op een gegeven moment wel een beslissing met elkaar neemt. En die beslissing, dat kost tijd, want je zult draagvlak moeten hebben, maar er is een moment. Maar die beslissing ligt in handen van de provincie? Nee, dat is een beslissing die je gezamenlijk met elkaar neemt. En rondom natuur is dat in heel veel gevallen de provincie die uiteindelijk dat moet uitvoeren. Maar als er bijvoorbeeld een keuze te maken is rondom een weg of onder bijvoorbeeld het pijl opzetten, is dat een waterschap. Als pijl opzetten is een beslissing van het waterschap. Nog even één laatste vraag, dan ga ik echt naar het volgende onderwerp. Wil Anita extra geld bovenop de afspraak Natuurpact voor Realisatie Natuurnetwerk? Dat is een inkoppertje, maar jullie willen toch altijd extra geld? Ik zou zeggen, ja, natuurlijk. Ja. Nou, dan houden we het hierbij. Nou, als ik nog één ding mag zeggen, want kijk, ik blijf er wel bij. Ik hou ook wel een beetje van puberaal gedrag. Dat geeft helemaal niet. Maar ik hecht er wel aan dat vergezicht, dat we dat samen, dat we daar samen over eens zijn. En natuurlijk kunnen wij als provincie een voorzet doen. Ik denk dat het Rijk inmiddels van ons weet dat we dat ook zeker zullen doen. Maar uiteindelijk wel samen vaststellen waarbij we heel graag de ruimte willen in de provincies om in een gebiedsgerichte aanpak aan de slag te gaan. En of dat tot uitruil van doelen kan betekenen. Kijk, die opgaven waar we voor staan, klimaatopgaven, energietransitie, dat soort opgaven, die gelden voor ons allemaal. Daar kun je eigenlijk niet zeggen van, nou, wij doen even niet aan klimaat en pakken jullie hem even erbij. Ietsje meer puberen? Niet wachten op, dat altijd mag lekker. Wel. Ja. Anita, zie ik straks. Pubers vragen ook altijd om meer geld. Dus. Ja. Hier komt heel veel eigen ervaring over de tafel. Dank. Dank jullie alle twee. Tot zover Rijk en Provincie. We gaan naar natuur en landbouw. En dan ook weer een stelling voor u. Overigens kijk ik even naar de uitslag van de vorige stelling. 2/3 van u is positief over het vertrouwen tussen Rijk en Provincie. En 1/3 niet. Landbouw en natuur. De stelling die ik u wil voorleggen luidt. Zonder fundamentele verandering in de landbouw- en voedselketen komt natuurherstel niet van de grond. Zonder fundamentele verandering in de landbouw- en voedselketen komt natuurherstel niet van de grond. Hartelijk welkom, Ben Harman. Hartelijk welkom, Theo Wams. LTO Natuurmonumenten. Mij is altijd verteld, als je landbouw en natuur aan tafel hebt, dan heb je twee werelden aan tafel. Is dat nog steeds zo? Dat hangt er vanaf hoe die twee werelden met elkaar omgaan en proberen in één wereld te gaan worden. En ik denk dat dat een gezamenlijk doel is waar we heel veel meer kunnen bereiken. Kijk, want terugkomen op de vraag van de stelling, moet de landbouw fundamenteel veranderen? Ik denk dat veel crucialer de vraag is, krijgt de landbouw de ruimte om zich aan te passen? Want we hebben heel veel oplossingen. De landbouw heeft al eeuwenlang laten zien dat ze kan veranderen. Maar de cruciale vraag die hierachter zit, wenst ook, of wil ook, de samenleving, de maatschappij, daarvoor ook een deel verantwoordelijkheid nemen om de ruimte te geven om te kunnen veranderen. Want wij hebben heel veel oplossingen die we kunnen bieden om ook de natuur te kunnen versterken in meerdere opzichten. Ja, want wat je nu ziet, dat zegt het rapport ook, is dat we eigenlijk te maken hebben met een kopgroep, een kleine groep, die inderdaad natuurinclusief het lukt om op die manier landbouw te bedrijven, dus ook economisch daarvan kan leven. Maar het grote peloton komt niet mee of kan niet meekomen. Omdat we natuurlijk, en ik meen dat Rob dat eerder ook al zei in zijn eerste gesprek, ook omdat we natuurlijk met een economie of in een economie zitten waarbij wij als consument niet voldoende betalen. Hè. Dus de economie. Ik proef hier positiviteit. Ja. Is het mogelijk om dat peloton mee te krijgen? Als ze dus meer ruimte krijgen. We gaan dat zo even wat meer invullen. Maar uiteindelijk is dat mijn vak niet. Hè? Maar wat ik wel merk is in contacten die wij hebben met agrariërs en met hun vertegenwoordigers, is dat er misschien wel veel meer dan je soms denkt als je de gepolariseerde uitingen ziet, belangstelling en een wil is om het anders te doen.
Het is al nog niet eens zo heel lang geleden dat dit kabinet een visie op kringlooplandbouw naar voren heeft gebracht. Nou, daar is eigenlijk van links tot rechts, boeren, natuurbeschermers, door iedereen op gereageerd van, als dat zou kunnen, zouden we allemaal graag die kant op willen. En om nu even een link te leggen met het vorige blokje in dit gesprek. Ik zie in het natuurpact en in deze lerende evaluatie ook een handreiking om het ook wat ruimtelijk in te vullen. Want je kunt zeggen, ja, eigenlijk de landbouw, die willen we graag een transitie, hè, dat is tegenwoordig, hè, transitie, klimaattransitie, energietransitie, landbouwtransitie. Maar we hebben ook een ruimtelijke insteek. Je hebt het natuurgebied, kwetsbare natuurgebieden, de zones daaromheen, de overgangszones, waar je met voorrang en misschien ook met extra inzet van bestuurskracht en van middelen, die verandering in de landbouw tot stand zou moeten brengen. Ik ben helemaal eens met wat gezegd werd, stapel daar doel op. Een vorm van landbouw die ook helpt water in het gebied vast te houden, zodat het natuurgebied minder snel ontwatert. Ja, je bent dus niet van mening dat je heel voorzichtig moet zijn met die stapeling van functie, omdat misschien dan uiteindelijk de natuur de verliezer is? Nee, integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat de natuur dan winnaar is, maar wel met de kanttekening, het is, ja, helaas, het is en. Overigens, Hans Momma zei daar ook hele verstandige dingen over. Dus we zullen de natuur zelf nog moeten versterken. Her en der moeten ook ontbrekende schakels gelegd worden. De natuur. Maar heel veel natuur, hè? Wat je dan zou kunnen aanmerken als overgangszone, dus liggend aan de natuur, is in handen van de landbouw. Ja, maar we zien nu vaak echt, zou je zeggen, lose-lose situaties, waarbij ik hier het natuurgebied heb, een sloot, diepe sloot vaak, en daar een vorm van landbouw, dat je denkt, dit is op 10 meter van een natuurgebied. Het is niet fijn voor die boer, het is niet fijn voor die boswachter. En als je dan denkt in termen van overgangszone, geleidelijker, zachtiger overgangen, vormen van landbouw die minder impact hebben op die natuur, die ook landschappelijk een grotere continuïteit geven, wat weer interessant is voor de recreatieve sectoren enzovoort. Dus klimaat, denk aan onze veenlandschappen waar je de opgave hebt om ze echt wezenlijk te vernatten, ja, dan gaat die landbouw al veranderen. Maar dat levert onmiddellijk ruimte voor natuur op. Dus dat. Nee, als ik kijk naar wat u gestemd heeft, dan zegt 97% van ja, ik ben het absoluut eens met die stellingen. Dus dat er een fundamentele verandering in de landbouw moet plaatsvinden en ook onze voedselketen. Dat gaat ons allemaal aan dus. En 3% oneens. Maar is het mogelijk? Want als het echt mogelijk is, dan was het toch nu al in veel grotere getalen gebeurd. Nou, maar dat is inderdaad net het probleem. En wij maken nog steeds de grote denkfout door doelen te stellen. We hebben het nu over de NNN-ambitie tot 2027, die nog niet afgerond is. Maar we hebben het nu alweer heel prominent over overgangszones. En daar gaan we met elkaar de fout in. Dan hebben we daar onvoldoende lering getrokken uit het verleden. Laten we nu eerst eens even kijken in de gebieden. En Johan die schetste daar straks ook wel heel mooi als je het hebt over de gebiedsgerichte aanpak. Als je in de gebieden komt en bekijkt wat er per gebied in de juiste balans, in het juiste evenwicht tussen natuur, economie, tussen wonen, werken, noem maar op. En dan ook daar aan de mensen en de boeren als ondernemer in die gebieden de ruimte geeft. Dan zie je dat zelfs ook terug in de mooie voorbeelden in de rapport. In het rapport waarin juist blijkt dat je vanuit die kracht uit de gebieden tot een heel, heel, heel mooie gezamenlijke aanpak kunt komen. En ja, maar wat je ook leest in het rapport is dat het nog steeds een niche is. Maar dat klopt inderdaad. En waarom is dat zo? Omdat en wet en regelgeving onvoldoende afgestemd is. En omdat wij in de hele keten, in de prijsketen, in feite prijsnemer zijn in plaats van prijszetter. En dat maakt het gewoon heel erg lastig. En daarom is het van belang dat die verantwoordelijkheid veel breder wordt neergezet. En dat we het ook in de markt het kunnen terugverdienen. Want het is een maatschappelijke dienst die we met elkaar willen leveren. Maar zou je dan, en misschien een aardige vraag voor u weer, zou je dat dan met een actief ingrijpen van de overheid moeten afdwingen? Zowel bij de landbouw, maar ook bij de maatschappij. Dus mijn vraag aan u is, mijn volgende stelling is, een fundamentele verandering in de landbouw- en voedselketen kan alleen met actief ingrijpen van de overheid. Dus een fundamentele verandering in de landbouw- en voedselketen kan alleen met actief ingrijpen van de overheid. Dat is de stelling die ik u nu wil voorleggen. Alleen als de overheid meedoet, maar ook alleen als de verwerkende industrie meedoet en alleen als de consument meedoet, alleen als enzovoort. Het is werkelijk, wij functioneren samen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en daar zijn hele diepgaande gesprekken gevoerd over wat houdt ons nou tegen in, niet alleen overigens in de landbouw, maar zeker ook in de landbouw, in die transitie. En dan is het
het samenwerken van prikkels vanuit verschillende hoeken. Maar in dit verband, want we zitten nu over de lerende evaluatie van het Natuurpact te praten, dan is die rol van die overheid cruciaal. Ik ben ook een groot voorstander van en gelover in gebiedsprocessen. Maar het ging net ook even over de besturing van die gebiedsprocessen. Daar moeten ook prestaties of targets gedefinieerd worden. Het zijn geen gezelschapsspelen van breng de actoren bij elkaar en kijk eens wat eruit komt. Dus er moet van bovenaf als het ware aangegeven worden, dit en dit en dit moet uit het totaal van die gebiedsprocessen naar voren komen. En geef dan ruimte om het in te vullen. Maar zonder die sturing vanuit, ik noem het maar even targets, gaat het ook niet gebeuren. Maar alleen maar targets en geen gebiedsprocessen, dat zal hem ook niet worden. Ja. En moet je dan overgaan op wat het rapport zegt, dus een grotere financiële compensatie? Ik zal even citeren. Het zal nodig zijn dat provincies, de agrarische bedrijven en andere grondeigenaren meer financiële compensatie bieden en hen volledig schadeloos stellen. Als vrijwillige medewerking dan alsnog uitblijft, kunnen ze overgaan tot onteigening van die grond. Let wel, zeggen ze dan, kost tijd, 3 tot 6 jaar, waardoor provincies de komende jaren zullen moeten besluiten in welke gebieden ze dat zouden opstarten. Als u dit leest, wat denkt u dan? Dan denk ik van jongens, wees slim met elkaar en laat de boer ondernemer zijn en geef hem de ruimte om ook in die gebieden het natuurinclusiever te kunnen doen of het meer op een extensievere manier te kunnen doen. Want dan heb je een beheerder voor die grond en dan heb je een boer die daar gewoon zijn voedsel kan produceren op een manier die past binnen dat gebied. Dat scheelt je uitkoopkosten, het is een stuk voordeliger, maar ondersteun die boer in die manier van werken. Maar wat is dan het actieve ingrijpen van het Rijk? Is dat bijvoorbeeld ons toch dwingen om veel meer voor het product te betalen? Nou, dat is een deel. Wet en regelgeving kan aangepast worden op dat die boer. Want het ligt hartstikke gevoelig, hè? Het ligt heel erg gevoelig. Maar ook te zorgen dat er een gelijk speelveld ontstaat binnen Europa. Want als ik zie wat wij nu leveren en wat er soms, nee, niet soms, ook elke dag weer over de grens binnenkomt, dat dan lichtere voorwaarden moet voldoen dan ons voedselproductie, dan denk ik van jongens, daar moeten we het met elkaar over hebben, dat er een gelijk speelveld ontstaat, dat we binnen de keten, en dat kan geregeld worden binnen de wet van de duurzaamheidsinitiatieven, dat je gewoon daar meer ruimte krijgt om in de keten te gaan voor het eerlijke Nederlandse product. Heeft u het gevoel, of heb je het gevoel, ik heb toch moeite, hè, om, we kennen allebei Rolte, maar ik blijf maar u zeggen tegen je. Komt door mijn grijze haar. Ja, dat denk ik ook. Heb je het gevoel, zoals hier iemand vraagt, of er een spanning is tussen het uitkopen van boeren en enerzijds en anderzijds de integrale gebiedsgerichte benadering? Ik denk dat je het met het gebied moet bespreken of het nodig is of er een boer wel of niet uitgaat, maar doe dat gewoon niet te snel. Want je kunt boeren heel goed gebruiken in de gebieden zelf. En als dat niet kan, dan kan het voorkomen dat het handig is om wat meer ruimte te creëren. En er kan er best een boer zitten die ook graag meer ruimte wil en dat op een ander gebied beter tot uitvoer kan brengen. Maar zolang je het met elkaar in de gebieden bekijkt van wat is nodig voor het gebied, voor de balans. Soms kan in een bepaald gebied het ook nodig zijn om dan de natuur even een tandje lager te doen ten opzichte van de rest van het gebied. En dat kan in een ander gebied weer net andersom. Daar moet je gewoon met elkaar gewoon open en duidelijk in zijn. We hebben 5, 6, 7, 8 verschillende opgaven naast elkaar liggen. Laten we die nu dus gewoon over elkaar plotten en kijken van, wat kunnen we nu in welk gebied op de beste manier behalen? In plaats van nu allerlei hectares als zo ongeveer de heilige graal te stellen. Dat moeten we niet doen. Ik kan me daar op zich goed in vinden, behalve dat Anita Pijpeling, die parafraseer ik even met, we zijn de vrijblijvendheid nu wel voorbij. Dus we die doelen voor 2027, even weer terug naar het Natuurpact, die moeten wel gewoon gehaald worden. Dus dat betekent dat daar extra stimulansen moeten komen, maar er zullen ook stokken achter de deur nodig zijn. Ik vrees dat het niet anders is. En wat is dan de belangrijkste stok tot slot? Nou ja, dat is het woord onteigening, wat natuurlijk veel emotie oproept. Maar veel belangrijker is het proces wat daaraan vooraf gaat, waarin een overheid laat zien, het is ons menens, we zullen dit doel bereiken. Daar zijn ook de middelen, hè? Dus dat staat ook in het rapport, volledige schadeloosstelling. Dat betekent dat er ook middelen zijn om ruimhartig te compenseren. Dus dat is altijd twee kanten van één medaille. En de praktijk wijst uit dat het, als je die uitspraak doet als overheid, dat het in 9 van de 10 gevallen helemaal tot die onteigening niet komt. Maar je laat wel zien, er is ook een eind aan het dimdammen, zeg maar. Op zeker moment moet het gebeuren. Jullie kunnen het wel heel goed met elkaar vinden, hè? Is dat een uitzondering? Of,
Nou, wij werken samen met... Ben zit nu na te denken en denkt, nou, met elkaar vinden. Maar... handig. Nee, maar het gaat erom van welke kansen je met elkaar wilt gaan zien. Tegen elkaar aanbleven zitten hikken, dat heeft niet zoveel zin. Maar wat ik wel heel, heel mooi vind, en dat noemde ik net ook, in dit rapport, er staan prachtige voorbeelden die juist aantonen dat het op die manier goed kan. Dus daarom heb ik toch heel veel moeite met het woord onteigening. Want als iets dwangmatig moet gaan gebeuren, krijg je het gewoon niet van de grond, krijg je het gebied tegen. En als je het op een positieve manier weet te prikkelen, te stimuleren in het gebied, dan geeft dat toekomstperspectief voor die boer, want dat hebben ze nodig. Maar dan moeten we er wel hard tegenaan. Ja, maar dat kunnen we niet alleen. Dank. Heren, Theo Wams blijft even zitten voor het volgende blok, want we gaan nog naar de maatschappelijke betrokkenheid. En ook daarvoor heb ik weer een stelling voor u, terwijl Anita Pijpelink hier plaatsneemt. Langdurige ondersteuning door overheid van burgerinitiatieven en vrijwilligers is noodzakelijk. Met de nadruk dus op langdurige ondersteuning door overheid van burgerinitiatieven en vrijwilligers is noodzakelijk. Mag ik jullie allebei even in het begin even vragen wat jullie nou precies onder maatschappelijke betrokkenheid, hoe zeg je dat, de betrokkenheid, iedereen zit hier me aan te kijken, terwijl ze me in plaats dat ze me gewoon helpen, hè. Wat zien jullie als maatschappelijke betrokkenheid als provincie? Irene had het zo straks over groen initiatieven in bepaalde steden enzovoort, maar wat zie je daaronder? Want dat is zo'n term waar je heel makkelijk overheen kunt walsen en met z'n allen heel veel lucht over kunt produceren. Ja, dat is ook zo. Nou, wat wij er in ieder geval onder zien is dat echt breed, in ons geval in de Zeeuwse samenleving, natuur gewaardeerd wordt. Betrokkenheid is bij natuur en natuur beleefd wordt. Misschien dat laatste nog wel als meeste. Maar ook in balans met alle andere functies in de omgeving. Maar wat doen jullie als provincie aan maatschappelijke betrokkenheid? Nou, ik weet bijvoorbeeld van de provincie, ik meen Gelderland, Overijssel, Brabant, die zijn heel actief in het ondersteunen van echt een groen initiatief. Dus groen in je buurt enzovoort. Ja. Nou, dat doen wij ook. We hebben een project in Zeeuws-Vlaanderen waarbij het dorpsbosjes zijn aangelegd. Samen ook met bewoners. Dus in de uitvoering ook echt omwonenden daarbij betrokken. Zo hebben we ook rondom de Kampsalamander een dergelijk project. Ook in aanleg gebruik maken van inwoners, bewoners die daar hun handen letterlijk uit de mouwen willen steken. Dus dat doen we ook. Afgelopen vrijdag hadden we in de commissie Ruimte in Zeeland een initiatiefvoorstel van GroenLinks rondom voedselbossen, waarbij ook particulieren de gelegenheid krijgen om daarin te gaan investeren. Nou, we gaan dat plan, dat idee verder uitwerken om te kijken hoe we dat kunnen doen. Dus ja, echt from scratch, echt van onderop. Maar Theo Wams, het rapport zegt dat burgers zich, dat blijkt ook wel, ook weer uit het verhaal van Anita, maar burgers zich wel graag inzetten voor natuur. Maar dat de verwachting van Rijk en provincie is dat zulke partijen zichzelf kunnen redden, vaak niet uitkomt. Hè? Dus dat kennis, netwerk, geld nodig is om tot echt resultaten te komen. En dat moet je dan niet één keer doen, dat is een leuk projectje, maar dat moet je structureel doen. En dat moet je ook structureel met elkaar delen, want anders zit iedereen het wiel uit te vinden. Is dat een terechte constatering? Nou ja, eerst even, natuurmonumenten is burgerbetrokkenheid. Sinds 1905 uit burgers voortgekomen, grote vereniging geworden, inmiddels 700.000 plus leden. Maar dit is natuurlijk wel een institutie geworden. Ja, Want er zijn natuurlijk veel leden, heel veel vrijwilligers. Alle natuurbeherende organisaties samen heb ik nog even opgezocht, dik over de 100.000 vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. En je ziet ook, jij refereert daar ook aan, eigen tijdse initiatieven van groepen burgers die samen grond kopen of herenboerderijen starten. Dus je krijgt wel een doorontwikkeling naar ook eigen tijdse vormen, maar onderschat ook niet gewoon het belang van clubs die burgers verzamelen. Maar ik ben het ook heel erg eens. Volgens mij was het ook Hans Momma's. Die tekst die moet ik hebben, want er stonden heel veel. Maar het is dus wel betrokkenheid en het levert ook warmbloedigheid op. Maar het is niet in plaats van dat de overheid door moet pakken, zaken moet doen, het grote plan moet uitvoeren. Dat maar idee is dat grotere van plan dan belangrijker? Hier zegt iemand, de gemiddelde burger die kent het natuurnetwerk niet of nauwelijks.
Het is de vraag of je moet zeggen van we moeten eigenlijk eerst zorgen dat het natuurnetwerk robuuste natuurnetwerk staat. Of moet je zeggen deze betrokkenheid moet je veel meer stimuleren omdat het dan van de andere kant komt. Ja, maar ik zeg juist die betrokkenheid die is er. En je moet niet, wat wil je dan? Dat er 1 miljoen handtekeningen voor het Nationaal Natuurnetwerk komt of zo? Die betrokkenheid die is gewoon hartstikke groot. En corona werd ook genoemd. Het belang wat mensen hechten aan eruit gaan naar het groen, naar de natuur. In die coronatijd, ik denk dat het dus misschien niet het draagvlak voor het Nationaal Natuurnetwerk, maar het gevoel, hoe belangrijk is die natuur voor mij? Dat is op een soort top. Ja, maar dus dan is dat de vraag van moet je dan misschien niet vanuit ook beleid zeggen van we hebben ons beleid te veel gericht op die beschermingen, op die biodiversiteit, bescherming van soorten, leefgebieden. Misschien zou je je beleid ook veel meer moeten richten op de betekenis van natuur voor gezondheid, voor welzijn, hoe je leeft en voelt. Ja, dat vind ik wel. Want heel eerlijk, ik vind het niet belangrijk dat Zeeuwen en Nederlanders niet zouden weten wat het natuurwerknet is. Wij moeten dat op orde hebben als overheden. Het is een facilitering waar wij verantwoordelijk voor zijn. En natuurlijk zijn er heel wat mensen die daar wel weet van hebben. Maar voor mij hoeft niet elke Nederlander dat te weten. Maar zou het beleid anders ingericht worden als je veel meer het accent gaat leggen op wat natuur voor functie ja, heeft precies, voor gezondheid en welzijn. Ja, precies, want dat wou ik zeggen. Ik zou veel meer willen dat je... Ik gun elke Nederlander zijn natuurbeleving. Ja. En liefst zonder corona. Laten we wel zijn. En je ziet ook wel, we hebben als provincie ook echt een nood aan natuurbeleving. Dat is echt iets wat de laatste jaren, denk ik, pas wat meer in beeld is gekomen. Dat het niet alleen over de technische, de technocratische kant van natuur gaat. Maar juist, waar is natuur nou voor bedoeld? Zou dan het natuurnetwerk sneller van de grond... het komt van de grond en het is al voor een deel, maar we missen nog de nodige puzzelstukjes. Ik denk wel dat het, als het nou gaat om draagvlak, waar ik het eerder al deze middag over had, dan denk ik wel dat het belangrijk is. Ik zag net foto's op de achtergrond van kinderen die op het schoolplein bezig waren. Nou, dat soort subsidies, hè, groene schoolpleinen, waarbij je eigenlijk van jongs af aan al laat zien en spelende wijs laat ervaren hoe belangrijk het is, hoe blij je ervan wordt om in de grond te woelen, om door de tuin te lopen, door de beestjes te bekijken. Dat vind ik echt heel belangrijk. En in mijn vorige leven was ik docent geschiedenis en ik leerde mijn leerlingen altijd. Eigenlijk is de mensheid één grote aanloop van hoe krijgen wij de controle over de natuur en alles wat er in de natuur gebeurt. En deze tijd maakt wel duidelijk dat we daar niet helemaal controle op hebben, dat dat ook niet hoeft. Dat natuur ook niet iets is om bang voor te zijn, maar juist om te ervaren en om daar hele mooie dingen te beleven. En ik vind dat daar meer beleid nog op mag komen. Maar hoe moet je daar dan als overheid handen en voeten aan geven? Want zo'n natuurnetwerk, biodiversiteit, daar liggen gewoon juridische regels aan ten grondslag. Ja. Daar zijn afspraken, die afspraken moet je nakomen. Ja, klopt. Dit is misschien wat meer de softe kant, of zeg ik dat verkeerd en moet je het veel harder maken? Nee, dat denk ik niet. Ik ben het heel erg eens met, als het gaat om die echte beleving en wat wij vooral onze kinderen en onze kleinkinderen gunnen, dat is dat als je de deur uitstapt, dat er ergens gewoon een plekje is waar je vieze handen en voeten kunt krijgen. Dat is van fundamenteel belang voor opgroeien en voor mens zijn. Dat overlapt maar gedeeltelijk met discussies over biodiversiteit, het veiligstellen van, ik geloof dat ik in andere woorden zeg wat jij net ook zei, het veiligstellen van Europees bijzondere natuur enzovoort. Daar is natuurlijk een overlap, want die liefde voor buiten, groen, het ervaren, die neem je ook mee naar die hele bijzondere Moeten we hiervoor natuur. Naar het Rijk kijken dan? Terugkomend op die vraag, hoe moet je dat structureel eigenlijk veel meer ondersteunen als Rijk? Hier zegt iemand, misschien krijg je pas actieve betrokkenheid van de burger als de overheid zich terugtrekt. Ja, tegelijk denk ik, vind onderwijs ook hartstikke belangrijk. Ja, dat... Zou jij veel actievere betrokkenheid van de overheid, zowel je eigen overheid, dus op provinciaal niveau, als de Rijksoverheid willen? Want dat is in feite, ik kijk jou even aan, dat is in feite wat jullie toch een beetje oproepen. Nou, waar wij vooral oproepen is dat er programma's komen
en middelen komen, zodat burgers hun eigen initiatieven kunnen realiseren. En dat andere organisaties, hè, dat er een landschapsbeheer kan zijn, dat er een coördinator is, dat er bij natuurmonumenten iemand rondloopt die die vrijwilligers kan aansturen. Daar gaat het om. Ja. En het gaat ook om dat mensen hun eigen ideeën kunnen realiseren. En het is dus niet een soort, de overheid moet het overnemen, want ik denk dat dat echt niet, nou ja, dat zeggen wij ook echt niet. Alleen dat er een bepaalde financiële ondersteuning is. En ook een uitdeling, uitwisseling van kennis. Om te voorkomen dat iedere burgerinitiatief of iedere vrijwilliger in een beheerseenheid weer moet leren hoe die het moet doen. Daarvan zeggen we van dat moet je faciliteren. Nou, wat nou, daar kan ik goed in vinden. Ja? Ja. Wat in ieder geval blijkt is dat het een hele leerzame, lerende evaluatie is. Met veel aanknopingspunten, begrijp ik van iedereen die hier aanwezig is. Die ons misschien wel in toch die versnelling brengen die we heel hard nodig hebben. Mag ik jullie hartelijk danken, Mieter Pijpeling, Theo Wams. En mag ik Hans Momma's vragen om dat te doen wat toch eigenlijk altijd het moeilijkste is, namelijk even een scherpe boodschap aan ons en aan u te geven. Hans Momma's, directeur PBL. Dank. Dank voor dit fantastisch interessante uur. Iedereen die hier aanwezig is. Ik heb me uitstekend vermaakt. Hierachter op mijn stoeltje. En alles wat ik nu ga toevoegen dreigt afbreuk te doen aan de rijkdom van de argumenten die hier gewisseld is. Hè. Maar ik zal toch een poging doen om het samen te vatten zonder dat dat alweer een nieuw rapport wordt. Want dat rapport moet gewoon iedereen oppakken en lezen. Dus overigens ook gewoon digitaal beschikbaar via de website van PBL en Wurg en anderen. Wat natuurlijk blijft hangen na dit uur is dat natuur een veelkoppig ding is. Natuur is niet alleen biodiversiteit, natuur is niet alleen economie, natuur is ook beleving, natuur is ook betrokkenheid, natuur is burgerschap, natuur is sport, bewegen, natuur is van alles en nog wat. En dus moeten we proberen die veelkoppigheid en die veelsoortigheid van dat fenomeen natuur te pakken in programma's. En dat is lastig, want de ene functie bijt met de andere. En we hebben lang gedacht dat door functies te scheiden we eruit zouden kunnen komen. In het rapport staat ook nog een mooie foto van een natuuromgeving in de context van de paste programmatische aanpak stikstof. En we komen tot de conclusie dat ook die programmatische aanpak stikstof ertoe geleid heeft dat we functies gingen scheiden. Dat eigenlijk we een stikstofprogramma hadden dan voor natuur. En dan kon aan de andere kant kon de agrarische sector weer voluit om dan gebruik te maken van onze ontwikkelingsruimte. Dat werkt dus niet. We moeten veel meer gaan zoeken naar samenhang. En voor samenhang heb je meerdere partijen nodig. Maar die partijen kun je niet met een kluitje in het riet sturen, om als bij de natuur te blijven hangen. Je zult, en dat is ook al aan tafel gewisseld daar, op de een of andere manier een stip op de horizon moeten hebben. Daar is hij weer, de stip op de horizon. Niet vanuit een soort van dictaat van de overheid, maar misschien vanuit gemeenschappelijkheid, formuleren met elkaar, waar willen wij nou de komende 10 jaar naartoe? We hebben inderdaad de doelen voor 2027. Daar komen dan de doelen voor 2030 vanuit de commissie Remkes bij. Ik kan zomaar voorspellen dat er nog meer doelen zullen komen, ook vanuit het Green Deal programma van Europa. Dit is het moment volgens mij om met elkaar eens even de natuurdoelen te bekijken. En ook naar een volgende kabinetsformatie, de verkiezingen. Dus met elkaar te kijken, oké, wat kunnen we nog daaraan doen om dat aan te scherpen. En dan zullen we de veelkoppigheid van natuur in de gaten moeten houden. We zullen rekening moeten houden met het feit dat natuur en biodiversiteit is. En klimaatadaptatie, waterborging is al genoemd, droogte wordt een heel nadrukkelijk thema. En economie is, ja, boeren moeten ermee uit de voeten kunnen. Als wij willen dat overgangszones worden ingericht, dan zal in die overgangszone ook iets verdiend moeten kunnen worden. En dat betekent dus dat inderdaad in de keten boeren op de een of andere manier een andere positie moeten krijgen, zodat ze niet alleen volger zijn van prijzen, vond ik een hele mooie, maar ook medebepaler zijn van prijzen daarbij. En ze ook andere functies in hun activiteiten kunnen betrekken. Dus, zoals ik al zei, van de vloeren van het huis van Thorbecke naar het trappenhuis met elkaar. En met elkaar gebiedsgerichte programma's gaan maken. De programma's, de doelen, natuurdoelen voor die gebiedsgerichte aanpak aanscherpen. En met elkaar het lange termijn perspectief opgaan dat je nodig hebt om deze doelen te bereiken. En wij van het PBL blijven daar graag bij om dan af en toe te controleren of de doelen wel bereikt worden en lering te trekken uit de ervaringen die zijn opgedaan.
We blijven lerend evalueren. Hartelijk dank, Hans Momma's. Hartelijk dank al degenen die hier aan tafel hebben gezeten. En overigens nog even blijven zitten, want ik zag dat er nog een aantal vragen waren binnengekomen. Misschien kunnen we dat informeel na mijn afsluiting gewoon even als een soort van borrelvragenuurtje nog even voorleggen. Dus u heeft de keuze, kunt nu andere dingen gaan doen. En dan wil ik u bijzonder hartelijk danken voor uw actieve manier van meedoen. Ik hoop dat u allen de lerende evaluatie van het Natuurpakket 2020 gaat lezen en ook aan anderen gaat voorleggen en weet dat 2027 bijna al morgen is. Dus ik wil de zorgvuldigheid, zoals Anita Pijpeling zei, is natuurlijk heel erg belangrijk, maar 2027, hoe ouder je wordt, hoe meer je merkt dat de tijd heel snel gaat. Dus succes daarmee, hartelijk dank voor het kijken en succes in de toekomst met uw bijdrage aan ons mooie natuurnetwerk. Dank. Het grappige altijd van zo'n moment is dat iedereen gaat ontspannen. Dat mag nu, iedereen gaat ontspannen. U bent er misschien nog wel gewoon blij bij. Ik ga even een paar vragen die binnengekomen zijn, gewoon eventjes losjes in de groep gooien, zoals we dat zo mooi zeggen. De vraag is, hoe kun je de consument dwingen meer voor een product te betalen? Hoe doen Zeeuwen dat? Want die bent zuinig. Ja, nou, Zeeuwen zijn zuinig, maar zijn ook vreselijk loyaal. We hebben ook bij ons gezien in de coronatijd, toen het motto was koop lokaal. We hebben natuurlijk heel veel boerderijen, ook met een verkoopfunctie, met een winkeltje erbij. Dat mensen inderdaad tijdens die wandeling buiten van de kaasboerderij naar de volgende boerderij gingen om daar de aardappelen te halen. Je zag het over heel Nederland, maar hoe hou je dat vast? Ja, nou dat is denk ik inderdaad wel een enorme uitdaging. En bovendien, die boer was niet duurder, vond ik. Nee. Uit eigen ervaring merkte ik dat hij niet duurder was. Nee, precies. Het is alleen, wij zijn niet meer zo gewend. Wij gaan naar de supermarkt. Sterker nog, we bestellen online en het wordt op de stoep neergezet. En het vraagt ook een andere manier. Want je gaat erheen en je investeert daarin. En dat is een ander gangetje dan naar het winkelcentrum om de hoek, om het maar zo te zeggen. Dus dat zit er ook in. Het zit niet meer zo in onze manier van leven om op die manier ons voedsel binnen te halen. En ik denk dat dat nou juist wel heel elementair is. We moeten ook... Ik geloof dat Nederland een van de landen is waar we relatief het minst aan voedsel uitgeven. Ja. Als je kijkt naar ons inkomen. En dat is, we vinden Frankrijk, als we op vakantie zijn, vinden we Frankrijk heel duur. Vinden we Zweden heel duur. Dat is misschien ook maar zo, maar het is maar de vraag. Gaat die BTW niet omlaag, Johan? Op voedsel. En je moet even de microfoon pakken. Maar ik vraag me altijd af, kan die BTW niet omlaag? Ik kijk eerder naar van... Wat je ziet in de praktijk is, wat Anita zegt, het is cruciaal dat het voor mensen makkelijk is. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon betrouwbare, goede producten die duidelijk onderscheid gewoon ook in die supermarkt te krijgen zijn. Dat het makkelijk is om het ook online te bestellen. Want je ziet dus dat het gewoon voor mensen, die als ze duidelijk weten wat het oplevert en wat het voor meerwaarde is, is men ook bereid dat te betalen. Ja, dat ook die grote massa, we hebben een heel groot gedeelte van Nederland, en dan gaan we naar een volgende vraag, want er komen steeds meer vragen binnen, maar die het ook niet makkelijk heeft nu, in de coronacrisis. Nee, maar daarom zou ik zeggen, waarom zoek je het dan ook hierin op? Kijk nou eens eerst of je die 50% die het wel doet en die het ook geen probleem vindt om het die mogelijk en makkelijker te maken. In plaats van de moeilijke discussie op te zoeken. Want ik denk dat als die 50% het wel wil betalen, ik een heel ander verhaal hiernaast mee krijg dan het over 5 of 10% gaat. Dus laten we eerst kijken wat we wel binnen kunnen halen in plaats van direct het moeilijkste te zoeken. En het werd net ook gezegd door Hans Momma, laten we nou eens beginnen naar het trappenhuis te komen. Vanuit langzaam, stapje voor stapje. En dit is volgens mij een stapje wat je moet kunnen zetten als je het weet te organiseren met elkaar. Ja, ga niet op die hele grote meute richten, maar betrek er weer een grote deel bij. Mag ik jij even de microfoon naar Ben? Ja, Theo? Een klein beetje groot. Natuurmonumenten werkt samen met Friesland Campina in een programma dat heet On the Way to Planet Proof. Daar zetten boeren een extra stapje, extra stap richting duurzaamheid, ook natuurvriendelijkheid. Ontvangen voor hun melk net een paar centen meer dan de gemiddelde boer. En dat vindt zijn weg in het hele prijsvormingsproces in de supermarkt. En dat werkt. Dus. Ben, een vraag voor jou. Welke wet en regelgeving stelt LTO voor om die stikstofvermindering te bereiken? En ik zeg even een vraag voor jou. Maar hoe lang hebben we nog? Ja. Kun je dat in 3 zinnen zeggen, vragen we dan. Hè? Wet en regelgeving met betrekking tot
Ja, ik denk dat er hier ook achter een vraag zit van in hoeverre moet je dat ook bij de akkerbouw en veeteelt, moet je dat afdwingen? Welke wet en regelgeving zou jij willen zien? Wil je vooral ondersteuning hebben? Ik zou hem inderdaad aanvliegen vanuit stel gewoon haalbare doelen. En laat die ondernemen, laat die boer ondernemen, want hij kan als geen ander of zij de manier vinden die bij zijn bedrijf past, die bij zijn onderneming past, om tot dat doel te komen. Maar zorg wel, en daar hebben we met elkaar een taak en ook de overheid, dat die boer in staat is om ook technische innovaties en dat soort dingen geregeld te krijgen. Dus dat zou je gesubsidieerd willen zien om vervolgens ondersteund die stikstofvermindering op een akkerbouwbedrijf Het maakt niet uit op welk bedrijf, want elk bedrijf heeft er mee van doen. De een misschien meer dan de ander. Maar het is wel van belang dat niet via middelenvoorschriften dat wordt geregeld. Van je moet het via die route doen, want dat past niet op elk bedrijf en dan haal je het ondernemerschap op weg. Laat het ondernemerschap daar, stel duidelijke haalbare doelen en zorg ervoor dat die ook financieel gehaald kunnen worden. Ja. Nou, wat Ben zegt erop is natuurlijk wat we vaak horen. Hè. Dus dat ook vanuit de landbouw zeg maar, dat zie je ook het bedrijfsleven op andere fronten doen. Alsjeblieft, laat het onszelf doen. En stel dan haalbare doelen. Maar daar zit natuurlijk wel frictie. Want dat is dat tot nu toe gelukt? Nee? Nou ja. Ik geef je zo de microfoon weer terug. Het is wel heel belangrijk dat geïnnoveerd wordt, geëxperimenteerd wordt. Zeker ook als je het hebt over die overgangszone. Ik denk dat daar nog heel veel innovatie mogelijk is. Daar moet heel veel gebeuren. Is daar ook niet een stukje inkomen uit te genereren? Volgens mij liggen er ook voorstellen van LTO. Is er iets te verrekenen met de koolstofvastlegging? Kan dat in een prijs worden gevat? Combinaties met zon, met wind? Zijn er dingen mogelijk? Maar het is natuurlijk wel zo, het rapport laat het wel zien, het is een heel taai onderwerp. En het komt er toch altijd wel op neer dat die ondernemer die moet wel een goede boterham kunnen verdienen. En als dat niet geregeld is, dan komt het er niet. Dus het is wel. Het wordt een beetje breed, want we hadden het over stikstof. Ja. Ja, Theo zei, het ging toch over stikstof, maar. Waar het over stikstof ging, ik denk altijd aan de woorden van wat de stikstofprofessor genoemd, Jan-Willem Erisman. Die zegt: je moet aan wat het systeem niet ingaat, hoef je daarna niet op te ruimen. Dus de knop is minder kunstmest en minder stikstofhoudend veevoer uit verre landen. Als je daaraan draait en dan aan de ondernemer overlaat hoe daarmee te dealen, dan krijg je een stikstofarmer systeem. Dat klopt, maar als ik je dan vervolgens vertel, en dat gaat wel de goede kant op, maar dat we volgens mij inmiddels al een jaar of, ik kijk naar Johan, een jaar of 3, 4 bezig zijn in discussie met Brussel om het mogelijk te maken om, hoe zeg ik dat nu, de mineralen uit de dierlijke mest om te kunnen gebruiken als organische kunstmest, om het zo maar te noemen. En dat laat wetgeving niet zomaar 1-op-1 toe. Dus dat is maar even een heel simpel voorbeeld van hoe kunnen wij onze eigen producten op de juiste manier beter verwaarden. Nog een vraag voor jou, maar ik zit even te turen of ik hem begrijp. Is LTO inmiddels voor landinrichtingsinstrumentarium voor overgangszone en juiste boer op juiste plek? Hij snapt hem. Wij zijn niet zomaar voor een overgangszone, maar dat gaat dan weer over die definitie. En daar gaat de discussie dan weer op stuk. Kijk gewoon per gebied wat wel of niet kan of mogelijk is. En als wij echt met elkaar iets vinden dat iets niet kan op die plek, zorg dan dat die boer daar op een hele goede manier dan verplaatst kan worden. Via welk systeem dan ook, naar een gebied waar hij dan wel de ruimte heeft. Maar drukt dat niet gelijk uit in overgangsgebieden, maar je kunt wel in bepaalde gebieden bepaalde grond gebruiken of weet ik veel met elkaar afspreken. Volgens mij kunnen we daar elkaar in vinden. Maar op voorhand al zo te benadrukken van overgangszone, ja, dan ga je dus weer iets begrenzen wat we in het verleden ook hebben gedaan en wat alleen maar tot een grotere polarisatie leidt. Je komt uit de onderwijswereld, hè, zei je net. Nog vers eigenlijk in deze wereld. Hoe ervaar je die wereld?
Oh, dat is een hele andere wereld. Met heel veel passie, dat is wel vergelijkbaar. Onderwijsmensen zijn gepassioneerde mensen, maar dat zijn natuurmensen ook. Dat tref ik overal en dat is ook wel heel mooi. Dat hebben we ook nodig. Soms zit dat ook wel in de weg, zoals onderwijsmensen zijn eigenwijs. Nou, hè, trek de vergelijking maar door. Want we hebben allemaal het beste voor en we denken allemaal vanuit onze eigen perspectieven. Waarom snapt de ander nou niet dat dit het beste is? En daar botst het ook wel eens. Ik vind het een prachtige wereld. Ik vind het echt heel mooi om daar nu in te staan. Nou, dan laat ik het wat dit betreft hierbij. Ik kan Hans nog een keer vragen om iets wijzers. Maar er is al zoveel. Er zijn al zoveel wijze woorden hier over de tafel gegaan via ook Hans Momma's. Dus officieel neem ik ook nu afscheid van u. Degene die nog even zijn blijven hangen. Nogmaals een bijzonder dank voor de wijze waarop u actief heeft meegedaan. Ik hoop dat het wat opgeleverd heeft. En succes met alles. En ik weet niet hoe laat het is. En het is welke dag? Is het woensdag? Nou, dan vind ik ook best hoor dat u om 4:30, bijna 4:30 aan de borrel mag. Om te toasten op de lerende evaluatie van het Natuurpark 2020. Dank u wel. Tot ziens.